Deze gaat twee fucking mooie kleuren hebben. 3, 2, 1. Oh, dit gaat de mooiste auto worden die jullie ooit hebben gezien. Ook deze ga ik dus weggeven. Oké, en go. Wow. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Wow. Maar het wil het gewoon niet meer van mijn handen af. En dit is niet de enige hand waar het op zit. Yo guys, Job hier, a.k.a. de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik iets super tofs doen. Iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik hoop dat het gaat werken. Doe een like op deze video binnen 5 seconden als jij een baas bent. En abonneer dan ook nog eens op mijn YouTube kanaal binnen 10 seconden als jij een opperbaas bent. Dus like en abonneer om je boy te supporten. Dat zou super nice zijn. Want voor deze video ga ik namelijk iets doen waarvan ik niet zeker weet of het wel binnen kan en of het wel goed is. Of het wel slim is om te doen. Dus like, abonneer, abonneer, abonneer. En laten we gaan beginnen met deze nieuwe video. Ik heb hier handschoenen. En deze handschoenen ga ik nodig hebben voor deze video. Ik heb hier allemaal verf, wat ik ook allemaal ga nodig hebben. Spuitverf om precies te zijn. Voor deze video. Daarnaast heb ik allemaal willekeurige soorten producten. Waaronder een fidget spinner die ik nodig ga hebben voor deze video. En dan heb ik een emmer die ik nodig heb voor deze video. Ik ga deze emmer vullen met water, ga ik verschillende soorten objecten door dat verf heen halen. En dat heet Hydro Dippen. Ik ga dus met verschillende soorten kleuren verf deze items eigenlijk, deze producten, een soort van aanpassen, een soort van customizen. En ik ga ze proberen er super episch uit laten zien. En ik ga ze weggeven, eigenlijk gewoon een soort van gecustomized fidget spinner. Gemaakt door je boy de YouTuber. Als je die dus wilt winnen, doe een like, abonneer op mijn kanaal en laat een super leuke reactie achter. Laten wij de emmer vullen met water en laten wij kijken of dit Hydro Dippen gaat werken. Ik ga het dus binnen doen. Ik hoop dat het überhaupt slim is. En ik ben super benieuwd, man. Wat we dus moeten doen is, we moeten boven op het water die in deze emmer gaat zitten, moeten wij twee verschillende soorten kleuren verf spuiten. Dan moeten wij in dat verf een soort van patroontje gaan maken met een mes bijvoorbeeld. Vervolgens halen wij deze items er doorheen. En als het goed is, gaan ze dan een super episch ander patroon hebben en een andere kleur. Dus let's do this. Oké, jongens, laten wij deze emmer eens even gaan vullen met water. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien heb ik hier een emmer met water neergezet. Lekker veel water. En hier bovenop gaan wij dus verf spuiten. Maar het is heel belangrijk dat ik dat natuurlijk niet zomaar met mijn handen ga doen. Want dan gaat namelijk alles onder de verf zitten. Is niet zo nice. Ik heb de camera trouwens echt op een super raar punt neergezet. Mijn nek gaat echt pijn doen tijdens deze video. Ik weet het nu al. Dus wat ik altijd goed moet gaan doen, is ik moet gewoon met verschillende soorten kleuren verf hier overheen gaan spuiten. Dan zal er een laagje met verf op het water gaan drijven. Vervolgens pak ik een product, bijvoorbeeld deze witte stuiterbal. Die doe ik erin. Een beetje op een langzaam tempo. Als ik hem dan in het water zo doe en eruit haal, heb ik, als het goed is, mijn eigen gecustomized, in dit geval stuiterbal. Zo zal dat dus schijnbaar moeten werken. Ik hoop dat het gaat lukken, jongens. Mijn nek doet al een beetje pijn, maar dat is niet erg. Laten we gewoon gaan beginnen, man. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet gaan doen. Oh ja, safety first. Dit zijn, geloof ik, niet echt de juiste handschoenen. Oké, ik ga gewoon beginnen met deze twee kleuren. Wit en zwart. Waarschijnlijk gaat deze verf nu allemaal in mijn huis terechtkomen. En gaat het echt in mijn neus terechtkomen. En ga ik er echt een of andere vage ziekte van krijgen. Let's try it, yo. Oké. Oh, are you serious? Het is op mijn broek terechtgekomen. En in mijn oog. Niet nice. Ik heb echt geen idee of dit aan het lukken is of dat ik mezelf aan het vergassen ben. In beide gevallen is het niet nice. Of eigenlijk wel. Als het lukt is het nice, maar als ik mezelf aan het vergassen ben, niet, oké. Oh nee, het is op mijn vloer terechtgekomen. Het is... Oh, ik ga zoveel problemen krijgen met dit. Dit is niet nice. Oké. Oh, mijn mond. Ik adem het allemaal in. Jongens en meisjes, het is een soort van gelukt, I guess. Ik heb het hier in de emmer zitten. En ik denk dat ik nu gewoon een product moet gaan pakken, erin moet gaan doen, onder het water zeg maar een beweging moet gaan maken. Hé, maar mijn hele woonkamer zit onder de verf, hè. Als dit niet weg wil, ik ga zoveel problemen krijgen. Wacht even, wacht, dit is een dom idee, joh. Ik had dit beter moeten door... Wacht. Ik ga zo in de problemen komen met dit, hè. Wacht. Ik ga een handdoek hier neerleggen. Oké, nee, het is gelukt. Oh, dit is dom. Ik vergat mezelf. Mijn hele kamer is blauw of zo. Oké, jongens, moment van de waarheid. Gaat het lukken? Daar gaan we. Moet ik niet eerst een patroon in maken? Wacht. Nee, oké, pak mijn handschoenen. Wat doe ik? Oh, wat doe ik allemaal? Wow. Oké, wacht. Nog een keer. Op. Bam! Het is een soort van geluk, denk ik. Misschien moeten we meer kleuren doen. Ik had dit op zoveel verschillende soorten manieren beter moeten doordenken. Oké, we gaan de fidget spinner proberen wit te maken. Kijk hoe epic deze fidget spinner eruit ziet. Oké, let op. Let op. We doen hem erin. Oh, dit ziet er wel epic uit. Oké, dit ziet er wel epic uit. Nu moet hij dus drogen. Want ik wil er ook een beetje blauw bij. Wacht even. Oh, dit is dom. Oké. Oh. 3, 2, 1. Oké. Oh, dit gaat epic zijn. Dit gaat epic zijn. Deze voel ik hoor. Deze gaat twee fucking mooie kleuren hebben. 3, 2, 1. Oh. Hey, dit is vet. Dit is vet. Oké, deze ga ik weggeven aan iemand die like, abonneert en een leuke reactie achterlaat. Ik ga deze laten drogen. Maar ik ga jullie zo het eindresultaat laten zien. Oh, dat was overduidelijk niet het slimste idee wat ik had kunnen hebben. Mijn hele fucking woonkamer zit onder de verf, bro. Ja, weet ik veel. Ik dacht dat het binnen kon. Oké, we gaan nu deze waggie doen. Dit is een witte auto, jongens. En we gaan hem verschillende soorten kleuren geven. Er zit nu al een soort van blauw met wit in. En we gaan er nu een beetje zwart bij doen. Dit gaat sowieso epic worden. Oké, zwart zit erin. Oké, deze gaat epic worden. Deze gaat, dit gaat de mooiste auto worden die jullie ooit hebben gezien. Ook deze ga ik dus weggeven. Ik ga erin dippen, jongens. Let's go. Oké, wacht. Oké, daar gaan we. Oké, en go. Wow, deze auto is... Het lijkt alsof deze auto gewoon door een soort van wasserette van freaking verf is gereden. Dit is epic, man. 5 sterren. Als een baas, man. Oké, ik heb dus nu de stuiterbal, ik heb de fidget spinner en ik heb de auto. Ik heb nog handboeien en die wil ik blauw gaan maken. Dat lijkt me super gruwelijk. Ik ga deze even laten gedrogen en ik ga even kijken hoe erg de schade is. Want mijn woonkamer is aan de kloten, geloof ik. Dom idee. Waarom heb je dit gedaan? Mensen zeiden nog, je moest niet doen. Oh, dit zijn de handboeien. Ik ga hem openmaken. Ik ga de meest epische handboeien ooit maken. Er zit zelfs een sleuteltje bij. En nu gaan we hier veel verschillende soorten kleuren in doen. Welke kleur? Ik wil ze eigenlijk wit maken. Ik wil de handboeien wit maken. Dat lijkt me super epic. Als deze wit zijn, jongens. En de sleuteltjes zwart. Dat is cool. Oké, let's go. La 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 la. Ik ben heel dom bezig, want ik doe het in mijn huis. Alles zit onder de verf. En dat is best wel kut. Na 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 na. Oké, jongens, daar gaan we. Zijn jullie... Oké, stinkt hier. Daar gaan we. Ik ga er gewoon zo in doen. Ik weet niet of ik hem zo moet doen of zo, maar ik doe het zo. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Wow. Oké, wacht even. Oké, witte handboeien. Oh yeah, dit is epic. Ik ga ze laten drogen. En kijk jongens, de fidget spinner is af. Holy freaking moly, dit is de most epic fidget spinner die ik ooit heb gezien. De waggie is ook bijna droog. De meest epic auto die ik ooit heb gezien. En de stuiterbal is een beetje naar de kloten. Maar het is ook de eerste keer dat ik dit doe. Als jullie nog tips hebben, laat het weten in de comments. Er zat zelfs een blikje drinken in die tas. Ik weet niet waarom, maar laat het jullie ook gelijk doen. Waarom niet? Ik wil hem zwart maken, let's go. Oh, dat is wit. Ik zei zwart. Oké, let's go jongens. Ga het blikje zwart maken, daar gaan we. 3, 2, 1. Oké, en go. Holy moly Raffaoli, wat de hel is dit, man? Zou die überhaupt nog open kunnen? Zou ik doodgaan als ik er nu uitdrink? Waarschijnlijk wel. Zwart naar verf, niet zo nice. Fuck this shit man, I'm out. Oké, ik kan concluderen dat het maken van deze video niet helemaal goed is gegaan. Mijn handen zitten onder de verf en het wilt niet meer van mijn handen af. Ik ben al 20 minuten bezig met alle soorten shampoo om het van mijn handen af te krijgen, maar het wilt niet meer weg. En het ziet er echt vreselijk uit. En ik heb morgen een relatief belangrijk gesprek. Wacht, ik laat het jullie anders wel even zien. Kijk, luister. Het wil dus niet meer van mijn handen af. En dit is hoe mijn handen eruit zien. Ik heb alles geprobeerd, maar het wil gewoon niet meer van mijn handen af. En dit is niet de enige hand waar het op zit, want het zit namelijk ook nog eens op mijn andere hand. Kijk, hier zit wel minder... Maar ik lijk wel de freaking avatar, oké? En het wil er niet meer af. En het is een teringbende geworden in mijn woonkamer. Maar het is wel gelukt. Ik ga het jullie even laten zien. Dit is echt vreselijk. Like en abonneer alsjeblieft. Oké jongens, luister. Het is een soort van gelukt. Alleen wil het dus niet meer van mijn handen af. Ik heb echt alles geprobeerd. En ik zal dus waarschijnlijk een goede 2 weken of een 1,5 week. Ik weet niet hoe lang het duurt. Met deze vieze handen moeten rondlopen. Maar dit is mijn zelfgemaakte, gecustomized fidget spinner. Wil je deze winnen? Like en abonneer. Dit zijn mijn zelfgemaakte, gecustomized handboeien. Wil je deze winnen? Like en abonneer. Ik vind het wel gruwelijk, die fidget spinner vooral. Ik weet niet of het waard was om mijn hele woonkamer kapot te maken en mezelf bijna te laten vergassen en ervoor te zorgen dat ik 2 weken met deze handen moet rondlopen. Maar ik heb een epische fidget spinner. En dan heb ik deze auto zelf gemaakt. Het was eerst een hele skere auto en nu is het een meest epische auto ooit. En deze stuiterbal. Deze twee geef ik ook weg. Like en abonneer als je kans wil maken. En laat een leuke reactie achter. Ik weet niet, was dit het waard jongens om mezelf altijd te vergassen voor dit? Het is wel een gekke auto man. Ik ga niet voor jullie gelijk alsof hij zo door een tankstation vol met verf is heen gereden of zo. Een of andere gekke plofkraak heeft hij gezet. Nevertheless, bedankt voor het kijken. Like, abonneer. Ik ga dit proberen ooit van mijn handen af te krijgen. En ik ga dit allemaal opruimen. Dit was echt het domste idee wat ik ooit had. Weet je, tot de volgende keer. Adios.